In de musical scene durf ik zeggen dat Les Misérables en The Phantom of the Opera, die staan toch allebei op het even hoogste schavotje. Daar ben ik ook het meeste trots op. En dat waren pareltjes, productioneel. Veel te duur, veel te groot, maar zo schoon en zo goed dat we daar toch ook wel de vruchten van geplukt hebben. Vertrouwen buiten je geloof? Nee, gaan we niet. Grippen. Ja, we zijn allemaal klaar om te dansen. Ik word zot, ik verlies mijn horizon. Laat het dood, Marco! Als ik musicals maak of produceer, dan komt altijd tekst en muziek aan bod. En dat is mijn ding. Ik ben echter wel begonnen als organisator van culturele activiteiten. En wat deed ik in feite? Ik nam toen contact met de grote artiesten in Amerika. Ik belde die, ik prospecteerde, ik probeerde daar contacten mee te leggen. En dat was eigenlijk mijn begin als promotor. Ik heb de concerten gedaan van Ray Charles. Harry Belafonte, Shirley Bassey, Diana Ross, Michael Jackson. Allee, een heel pak van die grotere artiesten die ik als organisator, promotor bracht in België. Barry White, dat waren onwaarschijnlijke concerten. Als die man binnenkwam, die zaal ontplofte elke keer opnieuw. Ik herinner me nog ook hoe dat wij een concert met Barry White gaven, maar op het einde ervan, hij gaat af en hij struikelt over die kablages. Dus die kolos die daar neerviel, dat was een onwaarschijnlijke bonk. Die manager, iedereen daar rond, hij bloedde aan zijn hoofd, trappen af de limo in en weg. Die zaal was nog 10 minuten aan het doorzingen en dansen op de muziek van zijn band. De dag nadien vroeg Barry mij in zijn loge. En ik dacht van ja, ik zal nu mijn soep krijgen. Nee, het zal mijn schuld zijn. Ik kwam binnen in zijn loge en hij verontschuldigde zich direct. I'm going to make it up. Ik had vanavond goed maken. 2 uur concert, nog 2 uur afterparty geweest. Onwaarschijnlijke hype in dat gebouw. Een van de mooiste concerten. Mijn echte passie was nog altijd om dat te kunnen teruggaan naar die tekst en muziek. En dus op een dag zat ik in Londen en sprak ik met Andrew Lloyd Webber en ook met Cameron Mackintosh en stelde ik de vraag van, ja, kan ik de licenties krijgen van jullie grote titels, musicals? Next Tuesday, this theatrical spectacle will have its official Broadway opening, following a record advance ticket sale of more than $17 million. Het antwoord was eigenlijk zeer eenvoudig van ja, dat is zeker bespreekbaar, maar jullie hebben geen zaal in Vlaanderen. Waar zou je dat doen? En dan herinner ik mij nog dat ik naar Bob Coles ging en dat ik zei dat ik graag in Antwerpen een theater wou bouwen. Spreken over 1994, denk ik. En Bob Coles zei, ja, maar meneer Allard, ja, een theater bouwen, maar heb je al een keer gedacht aan mijn bunker? En dus hij bedoelde dan de Stadsgeburg van Antwerpen, die toen de naam had van een bunker. Architecturaal was dat ja, een immens groot gebouw met een bühne van 40 op 40, 80 theatertrekken. Dus technisch en qua mogelijkheden op de scène, onwaarschijnlijk goed en sterk. Alleen het aantal zitplaatsen was te klein. En met onze ingenieurs waren we gaan kijken en toen zagen we het dak eraf, uitbreiden van 850 naar 2000 plaatsen. En dan hadden we eigenlijk een fantastisch theater in Antwerpen. En dan heb ik eigenlijk ja, de grotere musicals kunnen brengen naar hier. Ja, ik spreek over Cats. Titels bestemd voor nooit meer dan één kat. Maar de zonheid is daar, die naam nog, die ene. En dat is de naam die je vindt voor geen kat. The Wizard of Oz. Ik heb hoogtevrees. De tovenaar zal dit allemaal voor jou oplossen. Ja! Les Misérables. 11 maanden hebben we hier getoerd. 382.000 bezoekers. Alles door de mol, het is precies rolpie. Nieren van een paard, lever van een kat. Het jaar nadien hebben we ook de Phantom of the Opera gebracht. 412.000 bezoekers. Laat jouw ziel vrijelijk door het universum gaan. En ontstijg het niveau van jouw bestaan. Laat jouw ziel zweven daar, waar zij hoort. Zonder deze zaal en zonder de investeringen die wij gepleegd hebben, was er nooit in Vlaanderen een grote musical traditie ontstaan. Daar ben ik absoluut zeker van. My team in London. En de musical team hier in Antwerp. Dit is ook een internationale carrière. The Phantom wordt nu gelukkig voor mij in Antwerpen opgestart. And we're looking forward to telling the story here in Belgium. Voor mijzelf heb ik nooit afgeweken van het idee om te vertrekken uit Antwerpen voor wat betreft de grootste Vlaamse open-end musical.